Okay, it's Stembach. It is the week of the Twin Talk to the Session Twin Talk. En we gaan even kijken hier. Dus, jullie Stembach, jonge vrouw. Mensen recognize dat een jong Stembach vrouw hebben heel veel geld gekregen aan de valse benoordigheid. Die recognize dat een crave man of vrouw voorfitte een situatie en zorgen dat een jong Stembach vrouw heel veel geld gekregen aan de valse benoordigheid. Dus, mensen nou recognize dat een jong crave heeft heel veel data en informatie een oude Stembach vrouw, huis, haar zaken, en deze jonge kreef samen met een leeuwman fraudeer een situatie. Nou, jullie kennen het allemaal zien, dat is een jonge kreef vrouw. Nou, deze vrouw recognize, ik ben nou kapot, omdat some sort of onderzoek waar een waterman mensen nou achter gekomen de logens en deceptiveness van een young crave person. En een groot onderzoek is hier aan het gang. Dus een young crave man of vrouw, daar zie je, de geheim van deze young crave vrouw samen met haar man over wat ze hebben gedaan samen tekenen. Een oude Stembach vrouw. En deze oude Stembach vrouw krijgt een nieuwe start. Maar hun niet vanwege een start. Dat daar was de oplichterij van een heleboel geld. Wat een kreefvrouw en haar man hebben genomen om de valse benoordigheid. En verbruik kindinformatie en data om deze, geld te krijgen. Dus er is een grote probleem omdat heel veel geld is nu verloren. Mensen recognize de leugens en deceptiveness. Oh, een zakenman heeft heel veel geld opgenomen en han de side piece chick gegeven. A conflict is nu over omdat mensen is nu have all a stukje van de puzzle. Een groot onderzoek is genomen omdat een steermaker Stembach vrouw. Het is een Stembach vrouw die heeft gevraagd dat er onderzoek wordt gedaan. En nu mensen recognize dat mensen zitten een oude Stembach vrouw tegen te werken. En het heeft mee te maken met een jong Stembach vrouw, een kreef zakenman en een jong kreef meisje. En de logens en deceptiveness van een jong kreef meisje. En hoe deze jong kreef meisje hebben bepaalde data en informatie van de vrouw bedrijf en huis heb gekregen. En Leoman nu recognize dat een jonge kreef heeft hem verbruikt om dingen te doen om de valse benoordigheid. En nu deze man zegt, ik step hiervan uit en ik ga niet dragen de grote problemen omdat de geld is vermist. En deze geld is vermist omdat een kreefman heeft een heleboel geld aan een jong Stembach vrouw in een ander land gegeven aan de valse benoordigheid. Deze kreefman is van op de hoogte wie was de juiste persoon. Dus is een situatie waar deze jonge kreefman heeft een fraud gecreëerd of creëert some sort of oneerlijk spelletje. Ja, en wat hij heeft gedaan, deze steermaker of Stembach vrouw, staan stevig in haar schoenen tegen wat deze man heeft gedaan en laten zien. En doordat deze man probeert deze vrouw om de hout te halen en heeft heel veel geld aan een jonge dame in het buitenland gegeven, nu mensen is nou achtergekomen wat precies is gespeeld. Dan als we kijken deze oogopgeleide man. Deze oogopgeleide man heeft heel veel geld dat een Stembach vrouw moet krijgen in het verleden. Hij heeft het aan zijn sidepiece gegeven. Nou, deze man en zijn vrouw hebben grote problemen vanwege doordat zijn vrouw is nou van op de hoogte
wat hij en zijn zakelijke partner heeft gedaan aan creëren. En hoe ze formuleert soms soort van zaken. En gebruik daar zijn informatie van onderen. En heeft gekregen geld om de volste benodigd uit. Dus ik zie dat de mensen en deze Steenbokvrouw, ze zijn stevig in haar schoenen. En zij wil geen vrienden gaan maken, maar ze wil dat deze situatie wordt opgelost. Als je ziet, geen verdriet voor jullie Steenbok, omdat jullie Steenbok recognize dat de kreef heeft gelikken en bedrieken. De geheim van de kreef en de weeskool. Die twee nou zit in problemen. De havikat heeft nou gezien dat deze twee mensen hebben een heleboel geld opgenomen om de volste benodigdheid. Een nieuw start komt voor oude Steenbok vrouw en haar kind, maar niet voor een kreef en een weeskool. En niet voor een jong steermaak of Steenbok vrouw, omdat ze die worden ontslagen van wekens doordat. De manager komt achter dat deze vrouw zit iets de bedrijf te verbruiken om oneerlijke spelletjes en oneerlijke dingen te doen. Dus hier is een situatie waar mensen is nou op zoek. Wat heeft deze man gedaan met een heleboel geld dat moet uitbetalen aan deze vrouw? En hoe deze man heeft zijn piece chick, zijn jonge liefde, gegeven. En nu iedereen is in de problemen gekomen omdat mensen is nu van op de hoogte de oneerlijk spelen. Jullie is zaken Steenbokman, je hebt problemen met je vrouw. Je vrouw komt achter dat er was iemand anders, een jonge dame. Heel veel issues, problemen. Een groot onderzoek is nu aan het gang. En mensen recognize dat sommige van jullie Steenbok zakenman was niet goed bezig. Sommige van jullie hebben some sort of a probleem met some sort of a oogopgeleide persoon. Deze persoon is in heel veel problemen omdat ze recognize dat ze moeten heel veel geld kan even terugbetalen vanwege dat mensen is nog van op de hoogte wat deze mensen willen gedaan worden, oké? Dus het is een situatie waar ik zie dat mensen is nou in een probleem gekomen. En doordat ik zie heel veel van jullie hebben some sort of a probleem wat je moet oplossen. Zakenman, ik zie problemen. En sommige van jullie zakenman gaat even achteruit stappen van some sort of a partnerschap of zo. Omdat je recognize dat daar komt dat een informatie boven water dat je was niet van op de hoogte. En als je werkt in een linnenmaatschappij of zo, je stopt even terug omdat je recognize dat je partner heeft iets gedaan in het verleden. En nu het is boven water gekomen en je recognize dat er is some sort of an issue dat komt op. Jullie oude Steenbokvrouw staan stevig in je schoenen. En je staat stevig op vanwege doordat problemen dat was creëren rond jou en je kind was door een jong Steenbok en een jong kreef meisje. Deze twee mensen is, ik denk dat is een situatie waar ze dacht, oh, we kunnen alles bij flikker in Nederlands en dan mensen zien dat niet. En deze jong kreef dat is in Nederlands gekomen, in whatever manier, zij hebben zoveel oneerlijke spellen om deze jonge vrouw was aan de computer van een oude Steenbok vrouw en hebben heel veel data en informatie gefalsificeerd en ontvangen en gegeven aan een Leoman. En nu deze Leoman is in problemen nu. En deze Leoman neem een stap terug. En deze Leoman besluiten, ik kom hier uit deze situatie, ik ga het opgeven. Dat jullie kreefmeisje was naar mij toegekomen. En vraag en zeg dat jij was de dingen. En ik zie dat mensen gaan zeggen, ja, maar je kan dat zeggen.
Maar je had dan dus goed geweten dat de Stenbokvrouw was hier geweest met alle documentatie en informatie. En label alle documentatie en informatie. Dus we weten dat je wil jezelf hier uithalen. Maar eerlijk is eerlijk, de vrouw heeft meerdere keer, we kennen communicatie en e-mail tussen u en de vrouw. Je weet dan dus goed wat is de vrouw e-mailadres. En je hebt de vrouw meerdere keer gezien. Video call. De vrouw is meerdere keer op kantoor. We kunnen het vinden in de agenda. Dus als je zegt dat deze kreefvrouw is hier geweest en hebben dit en dat gezegd. Ja, dat en der tarje is zeer belangrijk. Dus ik wil snap het wel dat je wil jezelf hier uithalen. Maar je hebt best wel dat en informatie opgegeven dat enkel access, dat je had geen access naartoe. Dus het is een serious situatie. En deze Latoya is ken een notaris of zo, is nu in problemen. En hij en zijn vrouw is in problemen. De vrouw is zo, het zegt, ja, ik had niet geweten wat was aan de hand. Ik had niet geweten dat there was this andere vrouw. En weet je, het is zo, het zegt, there is a rift now. Want deze man moet zorgen dat die oude vrouw zijn geld is terug. Omdat deze man, wat deze man heeft gedaan. Deze notaris weet dat de Stiermark of Stenbokvrouw is gescheiden. Een nieuwe huis kan kopen. Die ex-man van de oude Stiermark of Stenbok denkt, oké. Hij is de persoon in die dorp, dus ik ga daar even, dat hij het regelt. Maar niet had geweten dat de geld was niet naar de nieuwe huis gegaan. En nou alles, want die vrouw heeft alle contracten data. En nou de vrouw is nou, nou de vrouw recognize. Dat was hetzelfde notaris dat ik ging to mijn moeder. Overlijden in de Verenigde Staten. Dus die man had alle documentatie en gestempeld. Dus de man had geweten dat mijn moeder in de Verenigde Staten was overlijden. En de man had de vrouw data en informatie verbruikt om iemand nieuw in Nederlands te gebruiken. En nou, die vrouw van hem is van haar slaaf af. Omdat zij is nou, ja, ik neem mezelf hier terug uit deze situatie. Ik zie verdriet voor deze vrouw, omdat deze vrouw recognize en ga even terugkijken naar data en informatie van de bedrijf. En recognize dat, ja, de oude Stenbokvrouw was wel geweest om documentatie te bestempelen. Omdat dat documentatie moet bestempeld in Nederlands. Omdat die oude Stenbokvrouw woont in Nederlands toen die moeder in de Verenigde Staten was overlijden. En ze ging daar om documentatie te bestempeld. Dus daar is hoe die vrouw is terechtgekomen. En toen de vrouw woont in dezelfde plaats, is ze gescheiden. Ga naar deze notaris om de geld van die andere huis in de nieuwe huis. En nou die zie en iedereen kan nou stappen terug documentatie. Omdat die vrouw heeft alle original documentatie. Alle kopie van de paspoort toen ze haar huis kopen. Alle data en informatie. En weet dat deze persoon is degene dat moet het geld overmaken. Na de verzekeringmaatschappij in de onderhuis. En het is nooit gedaan. Waar is de geld? Dus nou, de situatie is dat die kenen dat moet even dit nieuwe contract moeten opgesteld. En nou kom achter waarom de vrouw wil niet naar dat gene om dingen te doen. Omdat ten eerste het was niet hij dat had de huis gedaan in de eerste plaats. En ten tweede, die vrouw weet dat ze was niet tevreden met wat is gebeurd met die man, omdat ze had nooit de geld gezien. Plus, de man was degene die had gestempeld informatie en documentatie toen die moeder overlijden. Dus de vrouw heeft, zo het zegt, nee, ik gebruik die niet.
En doordat, omdat die man weet wat hij heeft gedaan. En als de vrouw was teruggegaan, niemand zal uitvinden. Hoe komt de vrouw dat er informatie was dubbel op en gekopie? Omdat die man heeft gekopie de vrouw, want hij weet dat die vrouw is verhuisd van één gemeente naar de andere gemeente. De geld was nooit naar in een nieuwe huis gekomen. En dat is hoe die vrouw informatie en data was gekopieerd. Daar is gewoon, de naam dat die vrouw had is één in the world. Oké, de vrouw heeft het en weet het. De vrouw ouders weet het. Oké, en de vrouw ouders, allebei van haar ouders is overlijden. De laatste ouder dat is overlijden. Ze moet, omdat ze woont in Nederlands, doen ze moet dat de documentatie wordt gestempeld in Nederlands. En daarom zeg ik tegen heel veel mensen, gebruik die ambassade. Omdat... Als mensen gebruiken ambassade met ambassade kunnen controleren bepaalde situatie. Nou, als deze vrouw had naar de ambassade gegaan, dan dit zal niet gebeuren. Omdat deze persoon kon niet de data en informatie over die vrouw en alle die vrouw ouders informatie kunnen krijgen. En het is een situatie waar dit moet nooit uitgebeurd vanwege dat dit is niet goed. Omdat de vrouw zit in de stress om een situatie op te lossen wanneer deze man weet precies. En daarom, deze man heeft haar gestuurd naar deze man. En ze zegt, nee, ik wil daar niet gaan. Ik voel me niet, nee, ik ga naar de original. Omdat deze man, weet je, en ze heeft niet verteld waarom. Omdat ze weet de connectie dat de man had nooit de geld in die onderhuis gestuurd. Dus weet je mensen, soms mensen wil ze dingen onder de tapijt even vegen. Maar wat u onder de tapijt vegen omdat je hebt iets tegen iemand anders gedaan, het komt best wel uit. En het is een situatie waar deze situatie is gebeurd. Hoe het is gebeurd, het mag niet. Omdat ik denk dat deze man door whatever reden onderestimate deze vrouw. En deze vrouw, doordat ze recognize dat iets zit te vertragen, die vrouw heeft alle informatie doorgestuurd. En het zit te vertragen en het is dit en het is dat. En het is vertragen en de vrouw zit om te denken, ho. Dus ik moet meer even gaan nemen wat ik wil niet. Wat is de reden hiervan? Ik ken twee redenen. Ten eerste had ik niet dat geld in de bibliotheek kunnen krijgen. Dus jullie hebben iets gedaan dat jullie willen meer geld. En dat ik ga tekenen voor meer geld om jullie problemen op te lossen. Nee. Dus de vrouw heeft een stop gezet. En zit nou even terug te kijken naar alle contracten en alle informatie. En daar komt ze achter de zeer deceptive spelletje. Dat was gedaan in de verleden. En nu ze zit om te zeggen, want ze zit om te vragen. En iedere keer ze vragen, iemand wil haar even in een loop even gooien. Oh, het is daar. Nee, het was niet daar. En de vrouw zei, oh. Ik ga niks meer tekenen totdat ik weet waar dat is geweest. Want het is hier niet. Het is nooit hierbij gezien. Het is nooit hier binnengekomen. We willen nou even direct gaan recognizen en achter gaan komen. Waar was dat geld? Omdat de vertrag voorzit. Omdat deze man heeft iemand anders op deze vrouw naam gebracht. Okay? En nu mensen zitten te recognize, omdat deze vrouw zit om te zeggen, yo, en zit te trekken aan de bel, het klopt niet, daar is een dubbel, het klopt niet. Kijk eens even, ze heeft gevraagd bij de verzekeringsmaatschappij te kijken, ze heeft gevraagd zoveel instituten te kijken, daar is een dubbel, waar is de dubbel? There is copy, there is double. Okay, waar is het? Waar is het gebleven? Who is the double career? Ik ben geen tweeling.
Waar is dat? Dus dit is de situatie dat dus deze vrouw recognize. Nee, het klopt niet. En ik stop dit totdat iemand van ogen op kunnen kijken wat is hier precies gebeurd. Oké. Okay. Dus ik ga namaste.